Ja, een van de sprekers, Wouter van Bezien, is intussen komen aanschuiven. Dag, meneer van Bezien. Ja, het akkoord wordt historisch genoemd, maar in tegenstelling tot een aantal andere sprekers die lof hadden voor de rol van de regering, ja, u klonk toch wel wat gereserveerder. U zei, de regering is overstag gegaan. Ja, dat is wel een andere woordkeuze natuurlijk, hè, maar bent u niet een beetje streng? Want er is wel een akkoord natuurlijk, hè? Er is een akkoord en dat heb ik toegejuicht. Er zitten ook nog wat rafelrandjes aan, daar wil ik straks nog wel toelichten indien u dat wenst. Maar ik vind het goed dat er een akkoord is, maar dit is de overwinning van de burgerparticipatie. Dit is de overwinning van de kritische Antwerpenaren, dit is de overwinning ook van de oppositie. Want wat de regering nu tekent, staat in de verste verte niet in haar bestuursakkoord. Bijvoorbeeld het feit dat het doorgaand verkeer rond de stad wordt geleid. Daar zijn we al jaren en jaren vragende partij voor. De regering heeft dat altijd afgeblokt, gaat er nu toch mee akkoord. Ja. Wanneer het gaat over... ja, zo heeft u nog een aantal andere voorbeelden gegeven, hè, van dingen die vroeger blijkbaar nodon waren en nu in dat akkoord staan. Maar goed, je zou kunnen zeggen, regeren, dat is compromissen sluiten en dat doet deze regering dan. Ja, natuurlijk, maar ik ben positief geweest en ik ben tot nu positief over dat akkoord dat er is. Het is gewoon belangrijk dat mensen zien hoe is dat tot stand gekomen. De regering stond onder zware druk omdat de Raad van State binnenkort een uitspraak zou doen. En dat was een belangrijk wapen van die burgerbeweging? Over het milieueffectrapport over de GRUP. En waarschijnlijk ging de Raad van State dat schrappen. En waarom omdat denken de auditeur we dat? Al omdat de auditeur als advies negatief was en dat advies wordt meestal gevolgd. Ja, en dan stond de regering helemaal met lege handen. En dus dat die juridische stok achter de deur heeft de machtspositie van die actiegroepen behoorlijk verstevigd. Natuurlijk gecombineerd met het feit dat de ideeën waarvoor zij en waarvoor wij als Groen strijden, natuurlijk ideeën zijn waar heel veel enthousiasme voor is in Antwerpen, namelijk een overkapping van de ring, namelijk geen zware nieuwe autostrade door de stad. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk bij de 21ste eeuw horen ten opzichte van het vorige project van de regering, dat van de vorige eeuw was. Dus het feit dat we de juiste dingen zeiden, maar ook het feit dat daar een juridische stok achter de deur stond, heeft ervoor gezorgd dat de regering overstag is gegaan. Maar, nog eens, ik ben daar heel blij om. U bent daar blij om. Ik apprecieer dat. En nu moeten we dat tezamen verder uitwerken. En u haalde het al aan, hè. Het is een beginpunt, maar er zijn nog een aantal vragen onbeantwoord. Ik wil er één uitpikken. Openbaar vervoer. Daar is nog behoorlijk wat werk aan de winkel, als ik u bezig hoor. Ja, dus de ambitie die nu opgeschreven wordt, is 50% van het verkeer in de stadsregio, dus niet binnen de stad Antwerpen, maar ook met alle randgemeenten daar rond, gaan we duurzaam maken. Dat zullen trams, bussen en treinen en fietsen worden. En slechts 50% van de verplaatsingen met de auto. Op dit moment zitten we aan meer dan 70% met de auto's. Dus ik denk het is duidelijk dat daar een ongelooflijke investering tegenover moet staan. Dat wil zeggen dat er veel meer trams, bussen, treinen bij moeten. Dat er nieuwe lijnen moeten aangelegd worden. En dat moet ook allemaal snel gaan, want die nieuwe infrastructuur... Maar ik hoort u wel graag zeggen, snel gaan. Deze regering heeft altijd gezegd, de Oosterweel-kosten die houden we buiten de begroting. Als er nog eens openbaar vervoer bij komt, ja, dan gaat die begroting in het rood. Mag de begroting in het rood gaan voor u als dit de luchtkwaliteit verbetert, als dit de mobiliteit verbetert? Wij hebben nooit een principieel akkoord of een principieel protest aangetekend tegen investeringen. Investeringen waarvoor geleend wordt. Wij hebben daar altijd positief tegenover gestaan. Uiteraard de juiste investeringen. Dat wil zeggen de investeringen waar iedereen baat bij heeft. De investeringen die ook winst opleveren onder meer. In leefkwaliteit, wat zich dan ook weer vertaalt in minder gezondheidskosten enzovoort. En dus er moet geïnvesteerd worden. Als men tegen 2024, 2025 deze Oosterweel wilt openen en dat op zodanige schaal doet dat daar minder auto's door kunnen, ja, dan moeten die mensen wel zich op een andere manier kunnen verplaatsen. Dat wil zeggen, dan moeten er trams liggen, dan moeten er treinen liggen. En dan moet die investeringskosten maar gebeuren. Dan moeten er fietsautostrades of fietsostrades zijn. En dat zijn investeringen die moeten gebeuren. En die moeten, daar kan ook geld voor geleend worden. De rente staat zeer laag enzovoort. Het is een goed moment om te investeren. Ik heb nog één vraag. Hangt dit voor u samen met andere dossiers? Ik herinner mij een gesprek met u waarbij u vragen heeft bij dat toekomstige Saaftingendok, dat er nog niet is, maar waarover gediscussieerd wordt. Ja, extra containertrafiek genereert natuurlijk extra verkeer. Valt dit nog te rijmen met
het Oosterweel-dossier? Wel, het is evident, als er nu gezegd wordt we kiezen voor duurzame mobiliteit, dat dat consequenties heeft. En een van die consequenties zal ook zijn, hoe gaan we om met onze ruimtelijke ordening? Welk soort economische activiteit willen we uitbouwen? Want we hebben natuurlijk meer jobs nodig. Maar zorgen we ervoor dat we die jobs gaan zoeken in sectoren die niet een eigenlijk onbeantwoordbare mobiliteitsvraag met zich meebrengt. Dus geen containers, maar een andere manier? Dat is sowieso ons standpunt, maar dit akkoord is een reden te meer. Dan komen we daar ongetwijfeld nog op terug. Bedankt, Wouter van Bezien. Beste kijker, blijf nog even bij ons. Zometeen schuift ook de meerderheid aan. Annie Bruder is mijn gast. Actua TV. Het hele verhaal.